zitten nu kleine plantjes. Dat heet een klein treeplantje. Dat kun je zien omdat het plantje is eigenlijk op een... Het heeft in een treetje gezeten en die wordt nu zo in de pot gezet. En dan hopen we dat er een mooie grote plant komt. En dit zijn Sensations. Een nieuw ras bij ons op het bedrijf waar we erg enthousiast over zijn. In onze nieuwe tunnels. Dus Frits is daar nog even de laatste regel aan het doen. En Frits is al de plantjes aan het water geven. Ze krijgen natuurlijk ook gewoon automatisch water. Maar als ze net zo zijn gezet, dan moeten ze ook even worden gebroest, zoals Frits dat noemt. Bovenover even water geven. Jij kan misschien even beter vertellen waarom je dat doet. De kokos die hierin zit was een beetje droog, was nog droog. En nu moet het goed nat en de planten moeten eventjes aangegoten worden, zodat ze straks goed verder wortelen in de potgrond of de kokos waar ze in staan. En wanneer verwacht jij hier de aardbeien? Hangt een beetje van het weer af. Als het heel warm is, kan het 6-7 weken duren. En anders 7-8. Oké. Nou, hier is het echt aardig leeg geplukt. Al die trossen zijn geplukt. En inmiddels zijn we buiten in de tunnels en in een tweede afdeling van de kast aan het plukken. Want hier is het toch echt wel bijna, is het eigenlijk op. Dit zijn onze Sensations. Echt super mooie planten en super mooie aardbeien. Mooi van vorm. We hadden eerst zo groot als tomaten. En nu worden ze al wat kleiner. Maar wat zijn ze lekker en wat zijn ze mooi. Het is enorm blad aan deze planten. Ja, de grootste aardbeien hebben we al geplukt. Dus de echte tomaten hebben we eraf. En nu worden ze iets kleiner. Inmiddels plukken we ook in de tunnels. Dat zijn grote wandeltunnels. Die volstaan ook met Sensations. Het ziet er mooi uit. We hebben het lekker ruim opgezet, zodat je grote vruchten krijgt, mooie vruchten krijgt en natuurlijk lekkere vruchten krijgt. Nou, vandaag mag iedereen ook weer naar binnen. Wel één persoon per keer het winkeltje in. Maar dat moet kunnen, dus je kan lekker weer komen neuzen tussen alle leuke spulletjes. We hebben allemaal weer nieuwe spulletjes binnengekregen vanochtend en het hele winkeltje is weer lekker vol. Allemaal verschillende spullen en Alexandra was we lekker. We hebben bijvoorbeeld nu borrelbrood en dan kan je zelf gewoon brood maken. En dan hebben we drie verschillende soorten. We hebben dus nu ook olijfolie, daar kan je dus zappertjes van maken en zo. We hebben nu muesli, die kan je ook gewoon lekker bij aardbeien natuurlijk. Ja, lekker bij de aardbeien, ja. Bij met yoghurt. Zeker. En gisteren heb je nog saus gemaakt. Ja, we hebben ook een nieuwe aardbeiensaus. Dat is toetjes en zo, hartstikke lekker bij de aardbeien. En de jam hebben we weer op voorraad, kisten vol. Dus allemaal leuke, lekkere dingen. We gaan weer beginnen met de vaderdagpakketten, dus kom maar gerust kijken. En wie weet staat er wat voor je bij. Er staan ook leuke cadeautjes voor de juffen en de meester. Nou, we hebben dus nog geen maaidobot, dus die doet alles nog zelf. Dat is nou een klusje.